Dat zijn oude betonplaten van een dak, van een oude Sovjetschuur. Onderkant nog wat beton gemaakt, dit is beton. Oh, dit kan je bijna met een vliegtuig in landen, zo groot is dit. Het is nu 10:00 's ochtends. Het is al 30 graden. Het is afgelopen dagen bloedheet geweest, 33 graden, vandaag wordt het 34 graden. We hebben hier op dit perceel vannacht mest gestrooid. Kippenmest, dat stond wel een beetje. Maar nu zijn we hier met een dier RX, 9 RX en de Lemken Rubin, 12 meter. Die mest een beetje het inwerken. Beetje diagonaal, omdat het toch het land niet helemaal vlak is. Normaal gesproken hebben we zo moeten rijden. En dan rijden we dus een beetje zo schuin. Maar goed, één keer af en toe kan het wel. En dan op 12 meter maak je niet zoveel extra spoor op. Enorm veel vocht in de grond. We hebben in juli 175 mm regen gehad. Dus het verdampt natuurlijk wel wat nu. Maar er is nog genoeg vocht voor de koolzaad hier om straks te kiemen. En hoop dat er in de herfst nog weer een beetje regen komt. Het stinkt nog wel wat hier zo. In de toekomst wordt die mest denk ik misschien een beetje compost te maken ofzo. Hier hebben we een enorme betonplaat silo gebouwd voor mest, voor vaste mest. Ik denk dat het wel bijna een half hectare is. Het is waterdicht. Toen we klaar waren, was het heel hard geregend en loopt een beetje schuin af deze kant op. En dat is gewoon water van de regen. En dat is niet weggestroomd. Dat zijn oude betonplaten van een dak, van een oude Sovjetschuur. Onderkant nog wat beton gemaakt, dit is beton. Oh, dit kan je bijna met een vliegtuig in landen, zo groot is dit. Een beetje voor het perspectief om te laten zien hoe groot die mestsilo is. De auto staat helemaal vooraan. Nu ben ik even naar achter gerend. Daar staat de auto. Ja, als je zo over nadenkt is alles hier wel enorm groot. Hier onderweg rijdt ook nog wat Sovjet nostalgie rond. Een erfenis van die Russen die Oekraïne een hele poos gekolonialiseerd hebben. En daar aan de andere kant rijdt een K700. Dat is echt een nostalgie, die heb ik al lang niet meer gezien. Ik kom toch uit Rusland, uit Sint-Petersburg. Er zit soms een V12 dieselmotor in. Dat zijn ook onmogelijke trekkers. Ja, dit is oude Lucerne. Die wordt nu omgemaakt. Daar zijn we straks rog in. Daar gaan we volgend jaar roggensilage van maken. We strooien nu 40 kuub gesepareerde mest op. Dit is het vloeibare deel. In het buffervat. Misschien een beetje omslachtig. In de toekomst moet ik mijn pijpleidingen doen. Maar alles stap voor stap. En in de oorlog... Is het ook allemaal niet zo makkelijk. Maar goede ideeën blijven natuurlijk. Deze hoogspanningslijn is volgens mij 750.000 volt. Als je hier onderdoor rijdt, dan knettert hij ook echt. Dat is volgens mij stroom voor export. GPS heeft er ook wel storing bij. Dat terzijde.
Hier een mooie de oude staande lucerne. Laten we de mest eruit lopen. Er komt weer een vrachtauto met mest. Ik weet eigenlijk niet eens waar die stroom vandaan komt, waar die geproduceerd wordt. Maar misschien wel bij die kerncentrale bij Energodar, die door die Russen bezet is. Maar goed, het lijkt me ook weer dat die misschien afgesloten is van het Oekraïnse netwerk. Het is in elk geval een enorme hoogspanningsleiding. Hier lag vroeger de mest. Dat heb ik volgens mij wel eens laten zien. Helemaal schoongemaakt. Het zijn gewoon plassen regenwater. En hier moet ook nog zo'n lagoon komen. Daarachter staat de trekker met de mixer. Een beetje klein. Ik moet nog een keer iets anders voor verzinnen. Dat het echt helemaal goed gemixt wordt. Maar goed, het draait hier wel uit. En we kunnen ook vanaf hiervoor mixen. En daar kunnen we mixen. En volgens mij daarachter in de hoek ook. Dus dan kan je van alle kanten een beetje mixen. Maar er zit wel wat zware spul onderin. Dus daar moeten we nog eens een keer iets op verzinnen. Maken we ons eigen beton. Voor die messilo, maar ook voor de sleufsilo. Het gaat allemaal niet zo heel snel, maar we doen met eigen mensen. En dit is een sleufsilo. Ook bijna een half hectare. 100 meter diep en 40 meter breed. De meeste beton ook zelf gemaakt. Hier is nog een stuk oude weg. Daar hebben we nog een wegbrug staan, maar die hebben we verplaatst. Een beetje niet goed over nagedacht. En dit is hier de nieuwe weg. En hier komt straks ook beton voor. Dus zo zijn we elke dag 40, 50 kuub beton aan het maken. En langzaam alles aan het verharden. Wij doen ook wel wat dingen wat overdreven. Dat is als nieuwe John Deere, of in het voorjaar de nieuwe 8R trekker. Dat is een enorme zwaarder achter van Puttinger. Ik weet niet of die trekker genoeg capaciteit heeft om dat ding te draaien. Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Maar goed, het is allemaal zo nat geweest de 1 juli. Alles bij elkaar 175 mm regen gehad. Dus we moeten 16.000 pak stro persen. En dat is een hoop gedonder. Dus alle schudders en harken die we hebben, die hangen we af en toe achter alle trekkers die beschikbaar zijn. Om stro weer om te draaien. Om maar gedroogd te krijgen, omdat we het kunnen persen. Dus daarom staat zo'n hele dikke trekker voor zo'n heel klein harkje.